In de vorige video hebben we gekeken naar zogenaamde bepaalde integralen. Dat zijn integralen waarbij we een duidelijk domein hebben van integratie. a tot b van de functie fx dx. Dit is een bepaalde integraal. We kunnen precies uitrekenen wat de oppervlakte is, omdat we de grenzen ook hebben. En we hebben ook gezien dat de definitie van de oppervlaktefunctie is zo dat we als we het verschil nemen van de waarde van de oppervlaktefunctie, of de primitieve, bij de grenzen, dus de waarde bij b, de waarde min de waarde bij a, dan hebben we de oppervlakte onder de grafiek van f. In deze video gaan we kijken naar onbepaalde integralen. Uh, dat zijn integralen waarvan de grenzen niet zijn aangegeven. Dus integralen in de vorm fx dx, dus we hebben niet uh, de grenzen tussen welke de oppervlakte berekend moet worden. In dit geval krijgen we de primitieve fx. En. Een constante c. En daar moeten we altijd rekening mee houden. Want de definitie van een primitieve functie was zo dat als we deze differentiëren. als we dit gaan differentiëren. dan. moeten we de functie fx krijgen. Dus dat is de definitie van, van primitiveren. En bij het differentiëren van een constante krijgen we 0. Dus al hebben we hier een constante bij opgeteld, als we dat gaan differentiëren, dan ontstaat er 0. Dus omdat we de grenzen niet hebben, moeten we altijd rekening houden met een constante die we optellen bij de primitieve. Even een aantal voorbeelden. Voorbeeld. Um, stel je voor we willen de integraal van x dx bepalen. Nou, dit betekent dat we op zoek zijn naar een functie dat als we die differentiëren, dat we x krijgen. Dit is uiteraard een half x in het kwadraat. Maar omdat dit een onbepaalde integraal is, moeten we ook nog eens een c bij optellen. Dit is heel belangrijk om hier rekening mee te houden. Als je dat vergelijkt met een bepaalde integraal, waarbij de grenzen wel zijn aangegeven, laten we zeggen tussen 0 en 2, x dx, wat we dan krijgen is uh, de primitieve, half x kwadraat, Tussen de grenzen 0 en 2. En wat we dan doen is we vullen 2 in min wat we krijgen als we 0 invullen. En dat is dus uh, 4 gedeeld door 2 is 2. Dus dat is een groot verschil. Hier krijgen we een functie plus een constante. En als we de grenzen hebben, dan krijgen we een waarde voor de oppervlakte onder de grafiek. Nou, we gaan nu naar een aantal voorbeelden kijken en dan doe ik bepaalde en onbepaalde integralen eh, door elkaar. Dus voorbeeld 1. We hebben de integraal tussen 1 en 2 van wortel x dx. Nou, we weten dat wortel x kunnen we opschrijven als x tot macht een half dx. En als we x tot macht een half primitiveren, dan krijgen we x tot de macht 1,5, 3 tweede. En uiteraard, omdat we hier 1 als vermenigvuldigde constante hebben, moeten we vermenigvuldigen hier met 2 derde. Kijk, als je dit differentiëren, dan krijg je 3 tweede naar voren. 3 tweede keer 2 derde is 1. Dat klopt, we hebben hier 1 keer x tot macht 1,5. En als we dit differentiëren, dan halen we 1 van de 3 tweede af. En als we hier 1 van afhalen, houden we een half over. Dus dit is uh, de primitieve. En dit is een bepaalde integraal, dus we hebben die grenzen tussen 1 en 2. Uh, uiteraard kunnen we dit opschrijven als een wortel. Dus laat ik dat eerst doen. We hebben is gelijk aan 2 derde keer x wortel x tussen 1 en 2. We vullen eerst de bovengrens in. 2 derde keer 2 wortel 2, min 2. 2 derde keer 1 keer wortel 1 is uiteraard gelijk aan 1, en dit is gelijk aan 2 keer 2 is 4. 4 derde wortel 2 min 2 derde. Een tweede voorbeeld: de sinus van x, dx, dit is een onbepaalde integraal, we hebben geen grenzen. Dus we bepalen de primitieve. Nou, we moeten een functie differentiëren om een sinus te krijgen. Het moet iets van een cosinus zijn. Maar als we een cosinus differentiëren, krijgen we een min-sinus. Dus we moeten dit compenseren door een min voor de cosinus te plaatsen. Maar omdat dit een oppervlakte of een onbepaalde integraal is, moeten we ook nog eens een constante erbij optellen. Nog een derde voorbeeld. De integraal van x kwadraat min de cosinus van x dx. We hebben nu twee termen en die kunnen we los van elkaar integreren. Dus wat we dan krijgen is, dit is de integraal van x kwadraat dx min de integraal van de cosinus van x dx. Nou, we kunnen kijken naar de x kwadraat. Uh, we krijgen een derde x tot de derde. Als we dit gaan primitiveren. Min de cosinus. Uh, als we een sinus differentiëren, krijgen we de cosinus. Dus dan hebben we hier een cosinus van x. En omdat dit een onbepaalde integraal is, moeten we een constante hierbij optellen.